Er zijn nogal heel veel mensen die echt het gevoel hebben dat ze de afgelopen jaren echt hebben moeten knokken om überhaupt rond te komen, om een baan te krijgen, om een fatsoenlijke huurwoning te krijgen. Die mensen moeten echt knokken. Die zijn de afgelopen jaren in de steek gelaten. En die vertegenwoordigen wij. Ja. En met hen gaan wij knokken.